Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 51 hier in Mexico. Heb je de vorige aflevering gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop als jij die aflevering schijnt. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. Helaas is er iets misgegaan met mijn Elgato Game Capture Card. Die heeft niet goed opgenomen en daardoor is de hele race verpest. De highlights heb ik nog wel, dus die kunnen we dus gaan laten zien. Ook alvast een verrassing voor de volgende video. In Brazilië, de kwalificatie ontbreekt. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is met mijn Game Capture Card, maar die heeft hij dus niet opgenomen. Carl zegt iets over met practice sessions, maar goed, dat boeit ons helemaal niks. We gaan gewoon lekker door met de kwalificatie. En kijk wat het dan gaat worden. Ik denk weer de pole position. We dachten wel, misschien vanaf de laatste plek, misschien ook niet. Dat is nog maar net de vraag. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Ik heb dus besloten om geen onderdelen te laten vervangen. Nog 3 minuten te gaan. En wij gaan nu onze run in. Kijken wat dat gaat opleveren. Eerste bocht nemen we gewoon goed. Komen we aan bij het einde van deze run in Q1. En dat brengt ons naar een P1 met een 1.13.5.4.0. Russell naar P2. Kwalificatie deel nummer 2 is aangebroken en wij gaan proberen om op die mediumband te kwalificeren. Als dat niet lukt, dan moeten we helaas door naar de softbanden en dat wil ik niet. Hopelijk worden we een vreemde eend in de bijt. Maar ik denk dat George dezelfde strategie volgt als ons. Dus we gaan proberen om met 2 auto's door te kunnen komen op de medium band. Bochten nemen we gewoon goed. DRS hier weer geopend. Als opmaken voor start-finish. We zetten wel paars in sector 1 neer. Komen we aan bij de laatste bocht hier in Mexico. Dit is een P1 met een 1.14.224. Dan kan je alvast verklappen. Russell heeft zijn tijd toch nog verbeterd op de softbanden. Dus dat is jammer. Hij volgt niet dezelfde strategie als ons. Dus hij start op de soft compound. Wij op een compound harder. De mediums. Eerste 3 bochten nemen we gewoon goed. We nemen een paaltje mee, maar dat is geen probleem. Klein beetje die muur geschraapt, maar het brengt ons toch naar een pole position met een 1.12.9.2.3. We zijn gewoon bijna een seconde sneller dan George Russell, maar die is toch naar P2 gegaan. Doet hij knap? Hij heeft het op 2 setjes gedaan. En wij op 1 setje. De rivaliteit breekt down met mezelf en Valtteri Bottas. Plus 2 voor mij en plus 1 voor Valtteri. 23 tegen 12 met nog 3 wedstrijden te gaan. Dat komt wel goed. Dat zit wel snor. Nou, Team Acclaim is weer wat gestegen. Richting level 25. Dat is, goed. Nou, we gaan ons opmaken voor de grote prijs van Mexico. Geen race intro. We gaan gelijk door naar de wedstrijd. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 50. En we zijn er dus aanbeland bij de grote prijs van Mexico. We starten dus vanaf pole position. De lampen gaan dus aan. Irritant achtergrondmuziekje is eronder gezet. Ik kan dat helaas niet wegknippen en we zijn onderweg. En we kwamen gewoon goed weg. Russell naar P2. Bottas had een betere start volgens mij.
En Alfa Tauri was daar goed weg en keek daar al gelijk aan de binnenkant van Valtteri Bottas. Heeft die plek ook veroverd. Wij knokken samen met George Russell om de leiding, want hij keek naar die binnenkant. En we behouden dus de leiding. Dat is goed om te zien. Russell heeft toch nog die aanval gewaagd een aantal ronden later en was dus naar P1 gegaan. En wij zaten klem achter George Russell. Dat kwam ook vanwege die medium compound. Wel een leuk deuntje, dat geef ik wel toe. Terug naar de wedstrijd. Die confetti was daar aan. Ik weet ook niet waarom dat zo is. Het is meestal in de laatste ronde is dat zo. En wij gingen dus naar binnen voor de softbanden. We deden trouwens nog een pitstop na deze run. En we kwamen dus achter George Russell terecht. Maar we plaatsten hier dan een mooie aanval aan de binnenkant. Russell had daar een momentje. En we pakten de leiding gewoon weer terug van onze teamgenoot. Dat is goed om te zien. We kwamen ook achterblijvers tegen. Sommigen reden daar wat in de weg, maar dat is niet in de highlight opgenomen. Williams en een Haas rijden dus voor mij. En Russell heeft een wat groter achterstand. Dan is dit een heel gek moment wat de game hier doet. Hij neemt ons gewoon helemaal mee voor een rondje. Nou, ik vind dat wel knap als je dat zo kan. Als dat zo in beeld kan worden gebracht. Er is ook geen achtergrondmuziek meer. Hé, dat is mooi. Waar zijn we? Waar zijn we? Ik zie ons niet. Het duurt wel erg lang voordat we weer in beeld zijn. Ik hoor wel auto's over het finish gaan, alleen we zoeken naar onze eigen auto. Hehe, tada, kijk eens aan, we zijn weer in beeld. Dat is goed om te zien. En we kwamen dus aan met de laatste bocht en wonnen dus de grote prijs van Mexico. Dat was dus alweer de aflevering. Een hele korte, sorry daarvoor, maar ja, de Game Capture Card had gewoon iets fout gedaan. Dus ja, we kunnen er niks aan doen helaas. Heb jij toch genoten? Beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten? Beloon dan met een dislike. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Creamer content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Reageer wat er beter kan worden. Kom kijken op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Creamer. Ga verder voor de ene laatste ronde van seizoen 4 in Brazilië.